Eens was de wind de machtige bron van bruikbare energie. Hij bewoog de schepen voort, draaide de schoepen van de poldermolens en bracht de zware molenstenen in beweging. Maar de machine verdreef meer en meer de wind als factor in het industriële leven. De fabrieken hebben veel werk overgenomen, maar toch zal de molen zich op bescheiden voet kunnen handhaven. Menige oude knaap moest er het bijltje bij neerleggen. Zal de molen geheel uit het Nederlandse landschap verdwijnen? Zo'n prachtige achtkanter? Of de karakteristieke standaardmolen en zoveel andere typen. De vereniging De Hollandse Molen heeft reeds menig exemplaar voor ondergang behoed. Eén rukje aan de vang en de molen staat stil. De molenaar draait de kap op de wind. Een enkel trekje en het mechanisme is weer op gang. Het interieur van een molen, zoals in dit geval een Zaanse oliemolen, is voor velen onbetreden terrein. Hierboven bevindt zich de as waarin de wieken zijn gevat. De geweldige kracht van de wind brengt het mechanisme in beweging. Oersolide moet het bouwsel zijn als men bedenkt dat deze raderen en kammen reeds meer dan een eeuw regelmatig het zware werk verrichten. Oliehoudende zaden worden door de zware stenen fijn gemalen. Uitgeperst en van wat overblijft worden veekoeken vervaardigd. Op het oude weefgetouw wordt het zogenaamde buullaken geweven voor de zakken waarin de koeken worden geperst. In de museummolen Het Pink te Koog aan de Zaan van de vereniging De Zaanse Molen wordt dit weven voor belangstellenden gedemonstreerd. Het museum van deze vereniging is een voormalig Zaans koopmanshuis uit de 18e eeuw. Een prachtige gevel uit die tijd, waarvoor de beelden opgesteld zijn,
die men in vroeger tijden ter verfraaiing in de tuinen plaatste. De Zaandam werkt nog de Held Jozua, een paltrokmolen van 1719. Prachtig is deze houtzaagmolen gebouwd. Het hele gevaarte kan op de wind worden gezet door het in zijn geheel op zijn voetstuk te doen draaien. Er staat een volwerkswind, maar de zuidwester is wat vlagerig en daarom heeft de mulder de zeilen gezwicht. Hetgeen in vaktermen wordt aangeduid met twee in de middelst. Van dik hout zaagt men planken. De balken zijn er al door. 24 voet per uur kan de held verwerken als er een mooie driller staat. Een stoer Hollands stuk, zo'n paltrok. Niet alleen de wind, maar ook het water is een bron van kracht. De Hooidonkse watermolen aan de Dommel in Brabant staat hier al meer dan 1000 jaar en werkt nog op grond van een oud privilege. Honderden paardenkrachten die door een simpele beweging loskomen doen de arbeid. Kijk het water over de schuppen jagen. Het is of wij honderden jaren in een tijd teruggeplaatst worden. In de linkermolen wordt graan gemalen, de rechtermolen is een houtzagerij. Een ronde stenen stellingmolen. Een fraai en zorgvuldig opgetrokken bouwwerk. In deze molen wordt graan gemalen. Verbetering is de toepassing van het stroomlijnprincipe bij de wieken, waardoor aanmerkelijk betere resultaten bereikt worden. Er ontstaat minder werveling, een enorme besparing van energie. Bij een slap, half werkswindje kan een bedrijf reeds draaien.
Laten wij hopen dat het oud vaderlandse molenaarsbedrijf tot in een verre toekomst in stand mogen blijven. Haal de vang op, Mulders, en dat de wind u veel goeds aanwaaien. Sinds enige jaren worden er proefnemingen verricht om molens ook te gaan gebruiken voor elektriciteitsopwekking. Onlangs werd in Wervershoofd de eerste windmolen voor dit doel in gebruik genomen. Na de inzegening door een broer van de molenaar werd de vang losgegooid zodat de wieken gingen draaien. De commissaris van de koningin in Noord-Holland, dokter Prinsen, was bij de ingebruikneming tegenwoordig. De molenwieken zijn bevestigd aan de hoofdas en deze drijft de zogenaamde koningsas aan. Hieraan werd nu een nieuwe as gemonteerd die op zijn beurt zorgt voor de aandrijving van een dynamo die de stroom opwekt. Intussen gaat het gebruikelijke werk, het malen van graan, gewoon door. De door de dynamo opgewekte elektrische stroom wordt aan het net van de pen geleverd. Zodra er energie aan het net wordt toegevoegd, gaat er een lamp branden. De vereniging De Hollandse Molen, die onder andere op deze wijze tracht onze molens te behouden, organiseerde deze dagen een excursie naar het enig overgebleven grote molencomplex van Nederland, bij Kinderdijk in de gemeente Nieuw-Lekkerland. Deze watermolens werden gerestaureerd en kunnen nu alle weer draaien. De stenen bovenkruiers uit 1738 hebben een ingebouwd schoepenrad. Onder de 20 molens van dit complex bevindt zich één wipmolen die het schoepenrad aan de buitenkant heeft. Ook kan men er een achttal rieten bovenkruiers uit 1740 bewonderen. Door het nemen van verschillende maatregelen is men erin geslaagd dit unieke molencomplex voor ons land te behouden. Uit de hemel komt het water, komt de wind. Als hij dat eeuwen gebruikt, de slimme mens de wind om weg te werken wat de hemel hem te veel aan water heeft geschonken. Wel heeft hij daartoe eerst een molen moeten bouwen en een goed mechanisme bedenken, maar het werk doet daarna de kracht van de wind. Het is al een oud molenaarsrijmpje. In weer en wind is God mijn vriend. De meeste molens van Nederland zijn watermolens. Ze malen het overtollige water uit de polders. En er is altijd water te veel, want een polder ligt beneden het peil van de zee. De standaardmolen is een veel ouder type, het oudste dat wij kennen in Nederland. Hij maalt het graan. Van oudsher komen de boeren uit de hele omtrek. Vroeger waren ze zelfs niet vrij in de keuze van hun molen. Zo vrij als de wind was maar gedeeltelijk waar. Het recht om de wind te gebruiken moest de molenaar van de landheer kopen. Daarvoor kreeg dan ook hij alleen het recht om te malen. De mulder gaat de zakken ophijsen. Ook daarvoor gebruikt hij de kracht van de wind. De vang gaat los voor menig ander soort van molen. Er zijn bijvoorbeeld nog altijd oliemolens in ons land. Hun werk is over het algemeen reeds lang door industriële maalderijen overgenomen, maar op de oude molen worden de oliehoudende zaden nog geplet onder de rollende kantstenen.
De zaden zijn tot meel vermalen. Dit meel wordt op de vuister verwarmd. In schapenwollen zakken wordt het meel in de pers gelegd. Een wig wordt in het blok gedreven om de olie uit het meel te persen. Na 50 slagen kan het persen worden gestaakt. Zo slaat de mulder olie en koeken voor het vee. Met windkracht maakt men sedert even ook papier. De gehakte lompen worden tot papierpap verwerkt. De pap stroomt uit over een koperen zeef waar het water doorheen loopt en waar bovenop het papier in een dunne, samenhangende laag blijft liggen, die door een houten rol licht wordt geplet, zodat het papier in natte vellen tevoorschijn komt. Deze vellen behoeven alleen nog te worden geperst. De vellen worden gedroogd in lange, tochtige schuren. In het begin van deze eeuw telde ons land nog 8000 molens. Nu zijn het er geen 1000 meer. Daarmee verdwijnen geleidelijk hun vaak zeer oude gebruiken. Wanneer een molen naar ten graven wordt gedragen, rouwt de molen door een bepaalde wiekstand. De kap draait mee, zodat het gezicht van de molen de rouwstoet van zijn baas tot aan het kerkhof volgt. De molen heeft en spreekt zijn eigen taal, soms van droefheid, soms van vreugde. Als een kind van de molenaar trouwt, gaat in de Zaanstreek de molen in bruidstooi. Bruid en bruidegom dragen het brandende hart in de hand. Symbolische figuren krijgen hun vaste plaats tussen de wieken. Engelen bazuinen de lof van het bruidspaar uit over het land. De feestelijke tooi wordt bekroond door de rijzende zon van het geluk.
Voor het schuttersfeest in het Brabantse dorp gaat een houten vogel aan de punt van de wiek omhoog. Het schuttersfeest aan de voet van de molen is een oude instelling die nog altijd leeft. Zoals veel wat met de molen te maken heeft. Zo is er nog steeds een heel stelsel van regelingen en bepalingen waaraan de molenaars zich dienen te houden. Op gezette tijden wordt een controleur uitgezonden om op de naleving daarvan toe te zien. Dan komt er een heel waarschuwingsmechanisme in werking. We naderen de eerste molen. Nu maar hopen dat de mulder het sein opmerkt. Hij heeft het begrepen. De mulder geeft de boodschap door. De molenaars van een streek hebben onderlinge afspraken. Voor elke boodschap wordt het zeil op een bepaalde wijze in zwichtstand gezet. Zo ontstaat een molentaal die plaatselijk mag verschillen, maar die voor de ingewijden duidelijk is. Zo gaat de boodschap van wiek tot wiek. Maar de waarschuwingsseinen en de boodschappendienst, de wiekstanden bij geboorte en dood, bij stormdreiging, jubileum of bruiloft, dit alles is slechts bijzaak. De molen is een ding dat eerst leeft als het werken kan. Geen vreugde zo groot als wanneer zijn gezicht in de wind wordt gedraaid en de mulder roept, los de vang. Er is één gebied in Nederland waar een kleine 20 met grote zorg in goede staat gehouden molens nog geregeld gekruid worden. Dat wil zeggen naar de wind gekeerd. Dat gebied is de Alblasserwaard en de plaats heet Kinderdijk. Genoemd naar de dijk waar volgens de legende na de Sint-Elisabethsvloed in 1421 een wieg met een huilende baby en een miauwende poes aanspoelde. Buitenlanders zowel als landgenoten kunnen zo bij gunstig weer op de zaterdagen in juli en augustus genieten van een weergaloos schouwspel. De molens, die een paar eeuwen geleden de Alblasserwaard hebben drooggemalen en daarna, wanneer de polder overstroomde, het water in de lek pompten, bieden amateur- en beroepsfotografen alle mogelijkheden om zich uit te leven. De bovenkruiers, zoals de molens heten, kunnen als ze werken ongeveer 55 kubieke meter water per minuut opvoeren. Wisselende vergezichten openbaren zich aan wie door dit prachtige Hollandse poldergebied ronddwaalt. Zo wentelen de wieken in Kinderdijk enkele malen per jaar, tot grote vreugde van talloze toeristen uit binnen- en buitenland.
forse wieken wentelend op de wind. Een feestelijk gezicht en oer-Hollands. Een nationaal symbool dat ieder jaar weer vele duizenden kijkers trekt uit alle delen van de wereld. We zouden met z'n allen veel zuiniger moeten zijn op ons nationaal bezit aan windmolens, maar daar ontbreekt nogal wat aan. In nog geen 100 jaar zijn de molens bij duizenden verdwenen uit ons landschap, gesloopt of langzaam in verval geraakt. En denk maar niet dat de molens die we nu nog hebben voorgoed gered zijn, want de instanties die zich wijden aan behoud en aan herstel kunnen nu eenmaal van de wind niet leven en komen altijd geld tekort. Dat er nog molens zijn, is grotendeels het werk van de vereniging De Hollandse Molen, die zorgelijk toezag hoe steeds meer verloren ging, maar in de laatste 50 jaar het verlies in elk geval wel kon beperken. Een Nationale Molendag is één manier van aandacht vragen voor het behoud van deze kostelijke stukjes nationaal bezit. De 10e mei lieten ruim 300 molens die nu nog in bedrijf zijn hun wieken lustig draaien. Naast de watermolens die nog hier en daar het polderlandschap sieren, zijn er ook nog korenmolens in gebruik. Het is een wonder hoe zo'n eeuwenoud mechanisme nog altijd feilloos functioneert. In dit geval wordt de beweging van de wieken via aswiel en ronsel overgebracht op de steenspil die de bovenste molensteen laat draaien. Het graan wordt van boven in de molenstenen gegoten en tussen de draaiende en de stilstaande steen fijn gemalen. De molenaar houdt de kwaliteit van het meel voortdurend in het oog. De vraag naar dat echte molenaarsmeel neemt weer iets toe, net als de belangstelling voor de warme bakker, al blijft het een ongelijke strijd met de 20e eeuwse techniek van massaproductie. Maar laten we hopen dat wat er nu nog is aan Nederlandse molens in goede staat behouden blijft.